Zeg, wat zit er eigenlijk in die doos, mevrouw van Borselen? Geen idee, mevrouw. Sorry, het is van Roy. Was die niet even weg? Gisteravond teruggekomen, zei Aldo. Tik je oor, die Roy, maar wel een very nice guy. Zo vreselijk aardig en beleefd. Ik had meteen ook een bad met hem. Ja, platonisch hoor. Platonisch? Goh. Zeg, wat doet hij eigenlijk? Hij is nu aan het joggen, mevrouw. Ik bedoel, als broodwinning. Oh, iets met agenturen, geloof ik. Ik heb zin in koffie, zet u even. Ik weet niet of ik kan. Aldo zet altijd zelf koffie. Ik ben het niet gewend. Dat meent u toch niet, hè? Dat apparaat. Ik ben bang dat ik het stuk maak. Drink je de wilde hier, mag mijn man? Verder kan ik alles. Ik werk al mijn hele leven. Ik vind het heerlijk. Clovis, je bent het weer vergeten. Sinterklaasfeest op Gabriëlse school. Nou, we wachten op je beneden in de crash bij Aldo dus. Nee, dit kan Aldo niet doen. Clovis, als we daar niet zelf op draven, hebben we geen poot om op te staan tegenover het schoolbestuur. Nou, laat de boel en kom naar huis, dat we daar gewoon aankomen met z'n drieën. Schiet godverdomme op. Lamzak. Ze vallen Sinterklaas aan. Pardon? Het was op Stadstv. De Sinterklaassen durven niet meer over straat. Een baard wordt afgetrokken en een mijter door Marokkaanse kinderen. En van de Zwarte Pieten pakken ze al het snoep af. Waarom in godsnaam? Ze geloven er niet in. En in de Koran staat dat het christendom moet worden bestreden. Daarom doen ze het. Goh, dat is mij totaal ontgaan. Drink je de wild? Ha, maar jet! Nou, het goed dat je belt! Is de fractievergadering al afgelopen? Oh, sanitaire stop. Al Melkert vroeger naar. Mens, ik pieker me suf over die brief. Die lui van D66 moeten zich rotschrikken. Iets waar ze totaal niet aan hebben gedacht. Ja, ik ben echt op ze gebeten, ja. Halfzachte eieren. Luister, ik ben een P van de A in hart en nieren, weet je. En ik... Oh, je moet weer terug. Goed, Mariet, zeg tegen Melkert dat ik snel afkom. Oké. Een brief van de fractie van D66. Ik moet toch eigenlijk eerst weten... Op welke lijn zit Wim Kok voor allochtonen? Ze gaat Nederland overnemen. De moslims dan. Je ziet het aankomen, overal. Nou, geen janmaatpraatjes alsjeblieft. Daar zijn we het parlement nou net mooi vanaf. Maar van de moslims niet, mevrouw. Sorry. U merkt dat niet zo. U zit meestal op het binnenhof. U komt daar niet mee in aanraking. Oh, krijg wel dat cliché. De politici staan te ver af van de samenleving. Nee. Zo bedoel ik het niet. U doet vast heel goed werk. Maar ik ben ervoor verhuisd uit Noordoost. En dan maak ik het weer mee in Almere. Op straat. Bij mij in de buurt. Ik ben wel niet zo bang als Aldo. Want ik zeg laatst al tegen mijn man. Als het zover is, dat doe ik gewoon een hoofddoek om. En zo'n lange zwarte lap aan. En dan ga ik 6 meter achter je lopen.